The future of work. We team up. We are open. We make conscious choices. We focus. We contribute. We refresh. We are Microsoft the Netherlands and these are our rituals. Anywhere, anytime. This is Microsoft Security Lifehack podcast. Goeiedag, dan zijn we weer met Security Live podcast. En uh, och, vandaag kijk ik er echt naar uit met deze sessie die we gaan doen. Want we gaan het hebben over dingen die ik ook snap: oftewel SharePoint en OneDrive. En uh, we gaan later ook een keer Teams doen, nou, dat uh, kan ik ook nog wel wat mee. Maar um, security op dat vlak. Dus ik ben heel benieuwd. We zitten vandaag in de studio. Nou, we hebben hier uh, Sarah zitten. Gaat een ander onderwerp binnenkort doen, maar gewoon leuk dat je er bent. Gezellig. Uh, we hebben Dennis en, en ik zie aan de achterkant ook nog Erik zitten. Uh, ja, kijk, zwaai maar even naar de mensen. Superleuk. Um, maar uh, Dennis. Uh, met jou even verder te gaan. Uh, wat, uh, wat gaan we doen met uh, Security OneDrive uh, One en uh, SharePoint? Ja, Jeroen. Uh, misschien uh, kort even voorstellen ook weer. Oh ja, misschien wel goed. Ja, ja. ja ik ben al ja. zo gewend aan je dat ik denk van. Uh, ja, we doen ook net alsof het een andere dag is, maar eigenlijk is het gewoon nog dezelfde dag als de vorige. Goed niet. is dat, hè? Dat ja, dus, uh, anders zou mensen denken, hij heeft ook steeds dezelfde kleding aan. Ja, 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 Dat zou ook wel ja, Dat is natuurlijk ook wat. Nou, ik stel me gewoon weer voor. Ja. Dus, uh, hey, Dennis Hogewoning, een customer engineer bij Microsoft in de cybersecurity uh, solution area. Ja, en vandaag wil ik even een paar kleine vandaag. hoor, Ik ben er ook al gewend aan, graag. <laughs> ja. Maar ik wil wat tips laten zien rondom uh, SharePoint en uh, OneDrive. Dus uh, laten we dat gewoon doen. Ja, top. Uh, Maakt me gek. Hey, in het SharePoint uh, Admin Center um, zijn er een paar kleine tipjes. Hè? Uh, uh, dit is bijvoorbeeld ook wat wij checken in onze uh, security assessments uh, voor onze klanten. Maar uh, je ziet hier al dat standaard uh, kun je anyone sharing links maken. Dus dat betekent dat uh, vanuit een eindgebruiker gezien kun jij een uh, bestand of een folder vanuit uh, SharePoint of OneDrive kun jij eigenlijk met een anonieme link kun jij die delen. Um, klinkt heel mooi, dat is het ook. Maar als jij dat met een externe deelt, ja, dan weet jij niet of die externe het weer deelt met anderen. Hè, dus wij adviseren eigenlijk om deze minimaal even een tandje strakker uh, te, te zetten, waardoor je het alleen voor nieuwe en bestaande gasten uh, gaat toestaan. Nou, een ander klein tipje hier is om ook nog even te kijken naar eventuele andere external sharing uh, uh, settings, omdat het standaard bijvoorbeeld ook zo is dat gasten weer andere items kunnen delen die niet van hun zijn. En dat, is, dat is eigenlijk wel een beetje vreemd, um, omdat je dus eigenlijk een gast kan uitnodigen uh, uh, tot bepaalde data, maar die gast kan ook weer andere gasten uitnodigen. Dus dit is ook even een kleine, ik zie dat de meeste klanten dit inmiddels wel uit hebben staan, uh, maar check deze ook gewoon even. Ja, want het kan best wel een security breach zijn dat op het moment dat een, een gast weer een gast kan uitnodigen, dat het... Uh, ja, en het is altijd wat, wat lastig uitleggen aan klanten, hè. maar uh, ik zeg ook altijd maar zo, uh, de, de bakker in het dorp die maakt gebruik van dezelfde uh, standaardconfiguratie als een, bijvoorbeeld een grote uh, gemeente. En dan is het natuurlijk soms wat lastig om die gouden middenlijn te vinden hè, tussen usability en security. Ja, dus uh, vandaar deze uh, wel even belangrijk om naar te kijken. Hey, een, uh, een ander onderwerpje hier: uh, het monitoren van externe uh, deelverzoeken eigenlijk. Ja, dat is soms wat uh, wat lastig uh, uitleggen. Uh, maar eigenlijk moet je het zo zien dat op het moment dat iemand dus uh, een, een bestand of een folder deelt met een externe, dan kun je met dit uh, commando uh, op je SharePoint omgeving deze deelverzoeken eigenlijk monitoren. Nou, op het moment dat jij ook zeg maar aan de hand van de vorige tip die anonieme deellinks uitzet, He, dan kan in ieder geval degene die die mailbox monitort niet direct bij deze bestanden. Maar ja, uh, het is natuurlijk nog wel steeds zo dat, um, dat je potentieel bepaalde uh, dingen te zien krijgt. Hè. Ook al weet je alleen al hoe een bestand heet en waar dat bestand uh, naartoe gaat, ja, dan kunnen nog steeds wel uh, privacygevoelige informatie uh, bevatten. Maar dit kan wel heel handig zijn om te kijken van hè, welke informatie wordt er nu eigenlijk gedeeld met externe buiten mijn organisatie. En altijd, als ik eigenlijk aan klanten vraag van hè, heb je nu inzicht in of, of en hoeveel uh, gevoelige informatie er uh, buiten je organisatie landt, is het antwoord vaak nee. En dit is wellicht een hele interessante om uh, mee te nemen. Het dus is wel leuk, hè? Het, is, het is een volledige uh, PowerShell uh, script wat je, wat je hiervoor gebruikt. Dit is dus niet via de uh, user interface doen. Dit moet echt via PowerShell. Ja, deze moet echt even via PowerShell. Ja, en het enige wat je hier dan dus aan zou passen hier is dat e-mailadres waar dan deze. Uh, externe deelverzoeken uh, terechtkomen eigenlijk. Oké, okay, cool, dankjewel. Ja. Hey, en de laatste, en uh, dit is ook wel weer een, een mooie, omdat dit een uh, strongly recommended aanbeveling is in onze security uh, checks. En dat is, heeft eigenlijk te maken met zowel SharePoint OneDrive, maar ook Teams. Um, en dat betekent dat wij als Microsoft uh, een bestand kunnen classificeren als malware. Hè? Uh, denk aan signature-based, maar tegenwoordig met uh, onze Defender for Office-oplossing kunnen we ook Um, asynchroon uh, uh, bestanden scannen in een zogenaamde sandbox in deze collaboration uh, platforms. Het gaat erom dat op het moment dat wij iets classificeren als malware, dan uh, worden er standaard wat limitaties opgelegd aan zo'n bestand. Hè. Zo kun je dat bestand, uh, zoals je hier ziet, niet meer openen en delen, et cetera. Het risico ligt hem echter op dat downloadknopje. Hè, je kunt dus. Potentieel malware downloaden naar je lokale client met het risico op verdere verspreiding. Nou, ja, en ook hier geldt weer: je kunt met een uh, PowerShell-commando op je tenant kun je ook dat download-knopje uh, weghalen, en dat resulteert zich dan in het volgende. Um, dus dit is weer veiliger hè, vanuit het perspectief uh, van een eindgebruiker. Betekent ook dat hè, um, er is geen enkel systeem perfect is. Het zou kunnen dat er een keer een vals positief uh, optreedt. Dus ja, zorg wel ook eerst dat je weet uh, waar deze bestanden uh, komen te staan op het moment dat je iets toch wil vrijgeven. Misschien, nu we er toch zijn, kan ik wel even laten zien. We zijn er nu staat. toch, weet je. Ja. Ja, laten we we dan zitten hier doen. met z'n vieren, ja. gezellig. Hey, dat doe je in het uh, security uh, portaal uh, van ons, hè? het Microsoft 365 Defender uh, portaal. En dit doe je eigenlijk op dezelfde plek als waar je je e-mail quarantaine beheert. Dus dat is onder E-mail en Collaboration Review. Quarantaine. En dan zie je hier dat je tegenwoordig naast het tabje e-mail heb je ook files. Nou, als wij dus iets klassificeren als malware, dan komt het hier te staan. Zorg dat je altijd eerst een gedegen onderzoek doet voordat je zo'n bestand zomaar vrijgeeft. Um, maar ik denk dat je hier een hele mooie slag mee kunt slaan. Ja, het is wel natuurlijk heel goed om te zien dat je de, de makkelijk in staat bent om uh, eigenlijk heel snel en heel laagdrempelig uh, te kijken van nou wat, hè, wat, hoe veilig ook mijn gebruikers is. En is er een volgens positief dat je dat als adminlam zich ook nog in die quarantainebox uh, kan, kan kijken. Ja, en in de praktijk zie ik ook dat de impact uh, echt wel heel erg meevalt hoor. Het zal echt niet zo zijn uh, dat de telefoon roodgloeiend gaat staan uh, met gebruikers die allemaal melden dat er uh, malware is gedetecteerd. Zo is het ook niet. Dus ik, uh, daar sta ik uh, persoonlijk wel voor in. Deze uh, change kun je relatief veilig gewoon doorvoeren. Super, dankjewel Dennis en we zien je snel weer een volgende keer. Yes. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.